Met Smart kijken wij bij GamersNet uit naar de launch van Nintendo Switch. De nieuwe hybride console toont veel ambitie. Nintendo heeft in de laatste jaren zijn best gedaan om de gameervaring zo uniek mogelijk te maken met wisselende resultaten. Desalniettemin is de Big N een grote speler en één van de grondleggers van onze o zo mooie hobby, videogames. In deze retrospective blikken wij terug op Nintendo en de dierbare consoles en handhelds die onze jeugd tot nu toe hebben gevormd. Ga er lekker bij zitten, pak een hapje en drankje, want het wordt een aardige lijst. Nintendo begon als een bedrijf dat speelgoed maakte. Van speelkaarten naar elektronisch speelgoed naar videogameconsoles. Het begon allemaal met de Nintendo Game & Watch, een kleine zakformaat computer die eigenlijk als inspiratie de rekenmachine had. Het echte avontuur begon natuurlijk met de Famicom, bij ons bekend als de NES, Nintendo Entertainment System, in 1986. De eerste thuisconsole van Nintendo kon maar 8 bits draaien, maar was in zijn tijd grandioos succes. De controllers van de NES zijn ook de grondleggers van de controllers zoals we het vandaag de dag kennen. De NES is een grote bijdrager van het herstel van de game-industrie met onvergetelijke games als Super Mario Bros., Metroid, Zelda en Castlevania. Naast een sterk aanbod aan games was de NES ook bekend om zijn grote hoeveelheid accessoires zoals de beruchte Power Glove en Zapper. De klassieke console is nog steeds erg in trek, want onlangs heeft Nintendo de console opnieuw uitgebracht als de NES Classic Mini. Op het gebied van handhelds kwam Nintendo in 1990 met de Game Boy aanzetten. Liefkozend de baksteen genoemd, was de handheld een sterke competitie van onder andere Sega's Game Gear, die alle kleuren kon weergeven. Liefkozend de baksteen genoemd, had de handheld sterke competitie van onder andere Sega's Game Gear, die allerlei kleuren kon weergeven. De Game Boy kon zelf alleen maar spellen in zwarte pixels en groene achtergrond weergeven. Ondanks dat verkocht de Game Boy veel beter dan zijn rivalen, mede door sterke titels als Tetris en Pokémon. Een van de klachten bij de Game Boy was dat het scherm in het donker niet tot nauwelijks te zien was. Het zoeken naar de goede lichtbron was dan ook een hele klus, maar als het eenmaal lukte was je middag volmaakt. Heel wat jaren na het uitbrengen van de Game Boy kwam Nintendo met een kleine upgrade van de handheld, de Game Boy Pocket. Deze was lichter, gebruikte de helft minder batterijen en had een ander beeldscherm waardoor games beter te zien waren. 2 jaar na de Game Boy kwam Nintendo met de tweede spelcomputer. Het jonge broertje van de NES verdubbelde van 8 naar 16 bits, waardoor er veel meer gedetailleerde games gemaakt konden worden. De SNES was voor Nintendo het antwoord om Sega de pas af te snijden op de consolemarkt. De twee bedrijven voerden al jarenlang een verhitte strijd om dominantie in de markt, met snijdende reclamecampagnes en het begin van de consoleoorlogen. Onder de slogan Genesis does what Nintendo don't, werd de console door slimme marketing van Sega in een negatief daglicht gezet, terwijl de SNES in essentie vrijwel op elk vlak beter was dan de Genesis. Op de SNES zijn tal van geweldige series uitgebracht. Oude series kregen ook nieuwe glorie, waaronder andere Zelda en Mario, maar nieuwe series als Chrono Trigger en Star Fox zagen ook het daglicht. Voor de SNES is ook speciaal de Super Game Boy gemaakt, een cartridge die je in je SNES plaatst en vervolgens Game Boy spellen op je televisie kunt spelen. Dan misschien wel de meest bekende console van Nintendo, de Nintendo 64 uit 1997. De console staat bekend om legendarische games als Super Mario 64, The Legend of Zelda Ocarina of Time, Banjo-Kazooie en natuurlijk GoldenEye. De sprong van 2D naar 3D was destijds een grote onderneming. Hoewel spellen er nu blokkerig uitzien, was dat in die tijd dus levensecht. Opvallend was dat Nintendo bij deze console nog steeds voor cartridges ging ten opzichte van de CD, die over veel meer ruimte beschikte. Het voordeel van de cartridges was dat de laadtijden aanzienlijk korter waren en dat piraterij minder makkelijk gemaakt werd. De controller van de Nintendo 64 was destijds revolutionair vanwege zijn rare vorm. De drietand voelt tegenwoordig bijna buitenaards aan. Maar de analoge stick leende zich toentertijd perfect voor platformgames als Super Mario 64. Ook de Rumble Pack werd op de Nintendo 64 geïntroduceerd, waarmee controllers konden trillen bij actiemomenten. Tegenwoordig is dat de standaard, maar destijds dus revolutionair. Er waren ooit plannen om een uitbreiding op de Nintendo 64 uit te brengen die gebruik maakte van CD's. De Nintendo 64 Disk Drive was een commerciële flop en zag in Europa zelfs nooit het levenslicht. Ondanks het falen van de Disk Drive en de rivaliteit met Sony's PlayStation was de Nintendo 64 een waar succes. Het succes van de Game Boy bleef ook niet gelimiteerd aan de baksteen en de pocket. Omdat kleuren op het beeldscherm steeds meer vanzelfsprekend werden, kwam Nintendo met de Game Boy Color. De Game Boy Color was de eerste handheld die backwards compatible met oude spellen was, gezien de Game Boy spellen gewoon op de Color gespeeld kunnen worden.
Naast de verbeterde hardware en de stap naar kleur was de Game Boy eigenlijk niet zo heel vernieuwend. De handheld was verkrijgbaar in 5 verschillende kleuren, waarvan elke kleur een letter vertegenwoordigt in de naam Color. Ondanks de kleine innovatie was de Color een klapper en voor Nintendo werd de Game Boy-lijn verzekerd van de toekomst. De meest logische stap na de Game Boy Color is natuurlijk de Game Boy Advance. In 2001 konden gamers op China na dan wereldwijd genieten van de handheld. In plaats van een verticaal design was de Game Boy Advance ineens in de breedte gegroeid. Er kwamen meer knoppen op het apparaat zoals de L en R knop en het systeem kon 32 bits draaien. De Game Boy Advance domineerde voor een lange tijd de handheldmarkt met series als Pokémon, Fire Emblem en natuurlijk Mario. De meest voorname concurrent Sega had eigenlijk geen antwoord op de Game Boy Advance en andere handhelds vonden ook niet dezelfde glorie. Ondanks het succes van de Game Boy Advance had het apparaat wel gebreken. Het scherm was bijvoorbeeld erg donker, met een beetje tegenlicht kon je niks zien. Ook maakte de Game Boy Advance nog steeds gebruik van batterijen, terwijl er steeds meer apparaten een interne batterij kregen. Het antwoord op de gebreken van de Game Boy Advance was de Game Boy Advance SP. De upgrade had niet alleen een interne batterij, maar ook een verlicht scherm waardoor gamen in het donker ineens niet meer een probleem was. De Game Boy Advance SP was niet de enige uitbreiding, want ook het formaat ging flink op de schop. De Game Boy Micro, een klein apparaat, kon eigenlijk hetzelfde als een Game Boy Advance, maar was kleiner en had ook een verlicht scherm. Ook de Nintendo 64 kreeg in 2002 een opvolger in de vorm van de Nintendo GameCube. De console kwam niet veel later dan de Game Boy Advance uit en uiteindelijk zijn er ook spellen uitgekomen waarbij de Game Boy Advance zelfs gebruikt kon worden, zoals Final Fantasy Crystal Chronicles en The Legend of Zelda The Wind Waker. Nintendo stapte met de GameCube volledig over op kleine cd'tjes in plaats van cartridges die ze voorheen gebruikten. Het was een zet van Nintendo om piraterij tegen te gaan. De nieuwe vorm zorgde er ook voor dat memory cards nodig waren om spellen op te slaan, iets dat voorheen vaak op cartridges gedaan kon worden. Ook de controller nam een meer traditionele vorm aan. En veel gamers zweren tot op de dag van vandaag nog steeds bij de controllers voor games als Smash Bros. Melee. Er waren ooit plannen om de console met het internet te verbinden, maar dit was in die tijd nog moeilijk. Een online service werd alleen maar in Japan aangeboden en er waren ook niet veel spellen die dat ondersteunden. GameCubes konden wel met elkaar verbonden worden via een LAN-verbinding om bijvoorbeeld games als Mario Kart Double Dash of Kirby's Air Ride te spelen, maar niet veel spellen hadden die ondersteuning. De Nintendo GameCube verkocht heel erg goed, maar niet zo goed als de Nintendo 64. De mindere sales van de GameCube weerhield Nintendo er niet van om in 2005 keihard uit te halen met de nieuwe handheld. De Nintendo DS is momenteel de best verkochte handheld aller tijden en staat in het totaalplaatje zelfs op nummer 2 van best verkochte consoles aller tijden. De Nintendo Dual Screen, zoals de DS ook wel heet, is op het eerste oogpunt een bizarre verschijning. Het apparaat heeft 2 schermen waarvan 1 scherm een touchscreen is. De vorm van de touchscreen vormde eigenlijk belangrijke componenten voor games. Games als WarioWare en The World Ends With You werden ontwikkeld met de touchscreen en andere DS-mogelijkheden in gedachten. Zo kon er bijvoorbeeld ook gebruik maken van een microfoon waarin geblazen kon worden, maar ook de DS moest wel eens dichtgedaan worden voor een minigame. De Nintendo DS kon door middel van een draadloos netwerk zowel online als in beperkte straal communiceren met andere Nintendo DS-systemen. Naast een ingang voor de Nintendo DS-spellen zat er onderop namelijk ook nog een ingang voor Game Boy Advance-spellen. Wanneer spelers even wilden stoppen, hoefden ze niet het apparaat meteen af te sluiten, want het was namelijk mogelijk om de DS dicht te klappen en op een later punt verder te gaan. Net als bij de Game Boy Advance investeerde Nintendo uiteindelijk in een upgrade in de vorm van de Nintendo DS Lite. De Nintendo DS Lite was compacter, had een betere verlichting en was ook lichter. De echt grote verandering kwam uiteindelijk met de Nintendo DSi, die zelfs op een groot formaat beschikbaar was. In eerste instantie lijkt de DSi een stap terug gezien de handheld niet langer Game Boy Advance spellen ondersteunde. In plaats daarvan kreeg de Nintendo DSi een camera met software die alleen voor de Nintendo DSi werkte. Het apparaat was intern ook veel sterker, aangezien er 4 keer zoveel RAM-geheugen als zijn voorgangers aanwezig was. Dan komen we bij het apparaat dat in 2006 geld printte voor Nintendo, de Nintendo Wii. De console was bij launch niet aan te slepen en het bijgeleverde Wii Sport werd zo populair dat zelfs opa en oma massaal aan het gamen gingen. De Wii had geen doorsnee design, gezien de controllers een soort afstandsbedieningen zijn en het apparaat zelf ook aanzienlijk kleiner is dan zijn concurrenten. De Wiimotes konden op verschillende manieren als controllers gebruikt worden en het aansluiten van een nunchuk kon er zelfs een analoge stick gebruikt worden. De Wiimotes maakten gebruik van een sensorbalk die bij de Wii geleverd werd.
Motion gaming werd een ding voor Nintendo, zoals de Wii Fit hype en The Legend of Zelda Skyward Sword. Voor sommige games was het zelfs mogelijk om een Nintendo GameCube controller aan te sluiten. Dat niet alleen, want de GameCube-spellen konden ook gewoon op de Wii afgespeeld worden. Niet geheel onbelangrijk was dat de Wii ook HET platform is waarop Nintendo voor het eerst aan de slag ging met een online winkel. In de Wii Store konden spelers games en applicaties downloaden voor gebruik op de Wii. Met de komst van de online winkel kwam ook de Virtual Console, klassieke spellen die gekocht konden worden om op de Wii te spelen. De Nintendo Wii was enorm populair en bracht ook wel verdeeldheid. De Wii was intern niet zo krachtig als concurrerende consoles en ook de uitwerking viel niet overal in de smaak. In het oog van de mainstream gamer ontstond een stigmatiserend beeld dat Nintendo zich enkel met gimmicks bezighoudt en altijd achter de feiten aanloopt. Nintendo heeft zichzelf altijd geprofileerd als een bedrijf dat gameplay boven hardware zet. De Wii is daar het levende bewijs van. In 2011 kreeg Europa, zowaar eens eerder dan Amerika, de Nintendo 3DS. De Nintendo DSi is in vergelijking met de normale DS een aardige stap omhoog, maar voelt eigenlijk als een tussenmoot tussen Nintendo DS en de 3DS. De handheld bouwt op de 3D-hype die rond die tijd ook heel erg populair was in films. Helaas sloeg het niet direct aan omdat de Nintendo 3DS in eerste instantie niet zo heel goed verkocht. Ook beweerden veel spelers dat ze snel hoofdpijn kregen van de 3D-functionaliteit. De situatie werd zo schrijnend dat bij de top van Nintendo een deel van hun salaris ingeleverd werd om het verlies in te perken. De Nintendo 3DS maakte echter wel een comeback met de release van games als Fire Emblem Awakening en Pokémon X en Y. Daarbij kreeg de Nintendo 3DS verschillende nieuwe edities, zoals de grotere XL en de 2DS en zelfs de New 3DS. De New 3DS had veel betere hardware, waardoor spellen als Smash Bros. Voor de 3DS ineens niet zo moeizaam meer draaiden. De meest opvallende verandering was dat er een extra pookje op het apparaat zit. Het draaien van de camera was in sommige spellen nogal lastig en met het pookje was dat dus verholpen. Ook kan de New 3DS amiibo scannen om in games te gebruiken als Animal Crossing. Momenteel loopt de 3DS-lijn nog steeds mee en komen er geregeld spellen voor uit. Ook op het gebied van consoles had Nintendo in 2012 niet direct goud te pakken. De Wii U is de opvolger van de Wii en voor velen in eerste instantie een onbegrijpelijk ding. Het apparaat legt de focus op het gebruik van een speciale tablet die als controller gebruikt kan worden. De tablet kan gebruikt worden door spelers om te gamen als anderen de televisie willen gebruiken, maar ook in verschillende multiplayer spellen waarbij splitscreen anders onmogelijk is. Naast de tablet kunnen spelers ook oude Wiimotes aan pro-controllers gebruiken. Spellen voor de Nintendo Wii zijn nog steeds gewoon speelbaar op de Wii U en ook de online eShop en Virtual Console zijn terug. De kritiek op de console kwam van vele kanten, maar vooral van fans. Nintendo liet het afweten met nieuwe titels voor de Wii U, third-party ontwikkelaars zagen ontwikkelen voor de console niet zitten en uitvoering van de Wii U was eigenlijk niet bij iedereen geliefd. Het was aan titels als Mario Kart 8, Smash Bros. Voor de Wii U, Hyrule Warriors en Splatoon om de fans gerust te stellen. De Wii U ging stappen vooruit door het succes van die grote klappers en het vertrouwen in Nintendo ging weer een beetje omhoog. De Wii U is nog steeds een mix van emoties. De console wordt niet altijd serieus genomen en wordt vaak belachelijk gemaakt omdat die grafisch minder sterk is dan zijn concurrenten. Wederom blijft Nintendo staan bij de notie dat gameplay voorop hoort te staan bij een spelervaring. De Wii U gaat zijn laatste grote release tegemoet in de vorm van The Legend of Zelda Breath of the Wild, na een periode van droogte. Daarna is het de beurt aan de opvolger, de Nintendo Switch. Wat de Nintendo Switch voor gamers en Nintendo gaat doen, gaat de toekomst uitwijzen. Wij bij GamersNet zijn al druk met het apparaat aan het speeltesten en laten je snel weten wat wij van de Switch denken. Houd de GamersNet website vooral in de gaten, want je leest er al het nieuws over de Nintendo Switch en de games die ervoor uitkomen. Peace out, paisanos!